Toen ik afstudeerde van het HBO richting communicatie, was ik bang dat ik de harde wereld van de communicatie niet aankon. Dit omdat ik chronisch ziek ben. Dit veranderde toen ik bij Jongpit kwam. Jongpit is een organisatie voor en door jongeren met een chronische beperking. Ik voelde me gelijk op mijn plek. Dit was geen harde wereld. Dit was een community die elkaar begreep en het beste van elkaar naar boven wilde halen. Omdat ik zoveel bewondering hiervoor heb, wil ik toch een paar mensen uitlichten. We hebben bijvoorbeeld Sarah, die een eigen podcast heeft opgericht en in de linda staat met haar dappere verhaal. We hebben Anouk, die sinds haar tijd bij Jongpit helemaal is opgebloeid. Ze zingt, ze rolstoelbasketbalt en ze laat het steeds meer zien. We hebben Sean, die van zijn beperking stotteren een kracht heeft gemaakt en dit in het NOS heeft verteld. Dit is alleen het topje van de ijsberg. Er is nog zoveel te behalen voor deze doelgroep en zoveel mooie verhalen te vertellen, dat ik dat graag met Jongpit wil doen. Jongpit, laat zien wat je kan.